En met Erik Veldboer, regiomanager van Mensis, praten we uiteraard over de zorg. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ja, bij u zelf misschien ook wel. Ik kreeg vanochtend weer op mijn deurmat de premies voor volgend jaar. Niet van Mensis overigens. Ja, meer mensen krijgen dat, denk ik. Heeft u hem alweer gehad? Ik heb hem gehad, ja. Ja? Ja, ja. En denkt u dan overstappen of denkt u dan, nee, ik blijf wel zitten waar ik zit? Ik blijf zitten waar ik zit. Ik zit goed. Ja. 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 Nou, u van Mensis denk ik dat u ook wel graag wil dat mensen blijven zitten als ze bij u zitten. Want... Ja, minimaal. Liever wel dat ze bij ons komen natuurlijk. Ja, want jullie houden de premies laag. Ja. Of gelijk? Ja. Ja, we houden de premies gelijk. Ja. Zowel in de basisverzekering als in de aanvullende verzekering. Ik denk dat mensen daar blij mee zijn. Want het is toch veel geld wat mensen kwijt zijn aan de ziektekosten. Ja. Mensen weten het niet, maar als je per inwoner in Nederland kijkt, dan ben je al bijna 6.000 euro kwijt aan zorgkosten. Ja, dat is best een boel. Dat is heel veel. Ja. Nou, jullie houden het in ieder geval gelijk, maar wat jullie niet meer doen, wat jullie afgeschaft hebben, zijn die spotjes. Want jullie hadden van die spotjes van stap over, want dit is weer de tijd van het jaar dat mensen gaan overstappen. Dat bleek dat niet zo heel goed viel, hè, bij mensen. Hadden jullie onderzoek naar gedaan? Ja, je moet kritisch blijven kijken. Nou, aan de ene kant wil je een boodschap overbrengen, ja. Maar als de boodschap anders wat ervaren, ja. Dan moet je op een bepaald moment anders gaan doen. Dus toen hebben jullie besloten om dat niet meer te doen, die spotjes. Precies. Maar jullie hopen natuurlijk nog wel dat mensen overstappen. Zeker, ja. Zeker. Een van die dingen wat een heel positief bericht is, dat kwam geloof ik gisteren of vanochtend was dat in het nieuws, dat jullie samen met een aantal andere partijen ervoor gaan zorgen om de wachtlijsten in de zorg terug te dringen. En zeker met name als het gaat over oogartsen. Ja. Dat is een heel groot probleem in onze regio, er zijn heel weinig oogartsen. Ja. Dan denk ik altijd, zorgverzekering die gaat zorgen om die wachtlijsten terug te dringen. Hoe dan? Nou ja, laten we één ding vooropstellen. Dat kunnen wij natuurlijk zelf niet. Nee. Dat zullen we toch samen moeten doen. Precies. Met huisartsen, met oogartsen en in dit geval met optometristen. Ja. Maar misschien is het goed om eerst iets te vertellen over van, ja, waarom doen we dat? Ja, graag. Als je kijkt naar de huidige wachtlijsten, ik heb vanmiddag nog eens even weer gekeken. Dan zien we in Twente bij het MST een wachtlijst van 13 weken. Voor oogartsen. Voor oogartsen. Ja, en dan gaat het dus ook voor jonge kinderen die dus in de klas zitten en het bord niet eens kunnen lezen. Kijk, spoed, laten we geen onrust kweken. Nee, bij nee, spoed nee. Is het binnen een week wel mogelijk. Ja. Maar als dat niet nodig is, 13. Bij het ZGT zitten we op 7 weken. Ja. Terwijl landelijk eigenlijk, en wij ook zeggen, van 3 tot 4 weken is dat wel het maximale. Ja. En het wordt alleen maar meer. Als we kijken naar wat er naar de oogartsen toe gaat, heeft dat veel te maken met ouder wordende mensen. Ja. En richting 2020 is de verwachting dat dat zelfs tot 200% tot 300% meer gaat worden. Dus, hoe ga je dat dan aanpakken als verzekeraar? Precies. Dus wat wij gedaan hebben, we hebben eens gekeken van wat gaat er nu allemaal naar de oogarts toe? En is dat nou per definitie altijd nodig? Ja, we zijn tot de conclusie gekomen en we zijn daar in Haaksbergen mee begonnen. Met de huisartsen in Haaksbergen, samen met daar de optometristen. Kunnen we nou niet een tussenstap maken? Dus kunnen we nou niet, als een huisarts denkt van hé, er is iets aan de hand, ik weet het eigenlijk niet goed. Ik heb een vermoeden, dan zou die anders doorsturen naar de oogarts. Maar laat ik hem nou sturen naar een optometrist. En in Haaksbergen hadden we ook gelukkig nog dat daar een gespecialiseerde huisarts was. Dus dan heb je een soort tussenstap. Want het probleem is vaak als je bij de huisarts komt, en of dat nou is voor je ogen of voor iets anders. En de huisarts is een beetje onzeker en die stuurt je door naar een specialist. Dat je dan meteen je eigen risico naar de haaien hebt. Zeker. Is dat dan anders in deze situatie? Ja. Ja, dat is dus anders. En het is zo dat de huisarts hoofdbehandelaar blijft. Ja. En je helpt eigenlijk de huisarts door een optometrist in dit geval, te vragen van kijk eens mee naar wat er aan de hand is en kom met een advies richting de huisarts. Ja. Nou, de specifieke resultaten komen over enkele weken nog, maar ik kan wel melden dat we zien dat, en dan praat ik eventjes over 100 patiënten, van 100 patiënten die anders doorgezet zouden worden naar een ziekenhuis, naar een oogarts, dat toch ruim 70% feitelijk gewoon terug kan naar de huisarts. Omdat met een goed aanvullend advies de huisarts heel goed in staat is om mensen te helpen. Nou, positief. Dan, als het gaat over het betaalbaar houden van de zorg. Maar kan dat dan ook voor andere specialismen? Ja, precies. En nog heel even terugkomt op de vraag van hoe zit dat qua kosten? Want dat is denk ik belangrijk. Ja, maar wie betaalt dit? Wie betaalt dit, precies. Mensis. Uiteindelijk iedereen, hè? Via de premie. Ja. Maar het is zo dus dat als iemand naar de oogarts gaat, dan wordt je eigen risico aangesproken. Ja. Op het moment dus dat we het op die manier kunnen voorkomen, gaat het eigen risico niet aangesproken worden. Maar wie betaalt het dan? Dan voorfinancieren jullie dat potje zeg maar naar de optometristen toe? Precies. Wij financieren het voor.
omdat we ook daarmee vervolgkosten in het ziekenhuis kunnen voorkomen. Ja. En we eigenlijk hiermee op de eerste plaats de wachtlijsten willen verminderen, maar ook doelmatige zorg kunnen. Maar dan zou het ook kunnen bij andere specialismen. Klopt, daar zijn we dus ook mee bezig. Wat we eigenlijk heel graag willen, is dat de kennis die in een ziekenhuis zit, bij verpleegkundigen, bij specialisten, uit het ziekenhuis komt en meer ten dienste gesteld wordt aan huisartsen. Dus dat huisarts niet direct verwijst, maar de mogelijkheid heeft om een specialist of een verpleegkundige eenmalig te raadplegen en te vragen van, hey, heb ik het goed? Dus stel iemand heeft bijvoorbeeld een vlekje op zijn hand, dan hoeft hij niet meteen naar een dermatoloog toe, maar dan kun je een tussenvorm vinden of de dermatoloog zeker. Niet zeker. Meteen dan kan de huisarts of een gespecialiseerd huisarts kan dan de behandeling zelf uitvoeren. Ik denk dan heel vaak, als ik dit zo hoor, dan denk je, is toch logisch, waarom kan dat dan nu niet al? Heeft dat echt te maken met de afspraken die jullie maken tussen artsen en huisartsen en de financiering van mensen? Het kan, natuurlijk kan het nu al, hè. En dat gebeurt ook. Mm-hmm. Maar we hebben in Nederland de afgelopen jaren hebben we eigenlijk toch wel een beweging gehad dat heel veel doorverwezen werd naar het ziekenhuis. En dat is eigenlijk een doodlopende weg. Want wat we met elkaar eigenlijk steeds meer vaststellen is dat 20-25% van wat in een ziekenhuis gebeurt, feitelijk daar niet zou hoeven te gebeuren. Maar is het dan dat de huisartsen onzekerder zijn geworden? Dat die zeggen van, ja, ik weet het niet heel zeker, laat maar doorsturen? Of is dat toch de marktwerking die in de zorg is gekomen? Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ja. Ik denk inderdaad dat de huisartsen druk zijn, heel druk. Ja. Dus niet in staat zijn op dat hele brede palet aan alles wat speelt, precies te weten wat is er aan de orde. Ja. Ik denk dat patiënten, burgers, steeds kritischer worden, steeds mondiger worden. En eigenlijk steeds maar op internet zoeken wat ze wel niet allemaal hebben. Terwijl dat lang niet altijd nodig is. Nee. Het betaalbaar houden van de zorg, daar gaat het dus over. Dank dat u daarover wilde aanschuiven. Heel graag. We gaan over iets heel gezonds praten, dus ik zou vooral blijven zitten als ik u was.